door het oog van onze reporter. Schouwburg. Het is vandaag zondag 28 september. We hebben straks de première van het toneelstuk De Laatkomer. En u ziet het, ik zit hier met oude wijzen uit het noorden en met Adelheid Rozen. Ontzettend leuk dat we hier zo zitten. Maar waarom zitten we zo? Ja, nou, dat is misschien wel een vraag die helemaal niet beantwoord hoeft te worden. Want als je al een zekere, en dat leer ik allemaal van hun, als je al een zekere leeftijd bent, dan ben je gewoon. Dan ben je gewoon jezelf. Ja, je bent gewoon ergens. Dus wij dachten, nou, de trap, hier passen we. Ja. En dan gaan we zitten. Ja. De Laatkomer, dat is een toneelstuk. En, ja, van Dimitri Verhulst. Ja, Dimitri Verhulst. Een boek. Een boek. Jij bent gevraagd door Ola Mafalani. Mafalani, moeilijke naam. Om een echo te maken rondom het toneelstuk. Ja. Dat is zo te vertellen. Ja, zo noem ik het. Ja. Nou, ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Kijk, in mij gebeurt er iets ontroerend of iets wat me raakt en ja, echt aanraakt als je met wildvreemde mensen, dus echt mensen die je niet kent. Als je, juist, ik doe dat dus juist, als je besluit, je gaat met mensen die je helemaal niet kent. En als je dan eigenlijk direct vragen gaat stellen die daartoe doen. Of als je durft in een bepaalde intimiteit te stappen met elkaar. Dus en dat wat je normaal pas doet als je elkaar heel lang kent, maar jij doet het direct. Nou ja, we doen dat direct. Ja. En het grappige is dat is ook geen verplichting. Het is niet een verplichting om daar iets bij te voelen of te moeten of zoiets. Het is alleen als je elkaar nadert en je durft in een soort verlegenheid met elkaar meteen te denken. Oké, nou dan gaan we even bij elkaar op schoot zitten. Waarom? Gewoon omdat je zoals ik ongeveer. Ja, omdat je het nooit doet. Nee, nee. En dan blijken een heleboel dingen tussen mensen gewoon te kunnen. Ja. En daar hoef je niet hetzelfde voor te zijn. En je hoeft niet het met elkaar eens te zijn. En je mag ook een kluizenaar zijn. Maar ik vind het heel ontroerend om die ruimtes te overbruggen die wij allemaal laten bestaan. Omdat we denken, nou daar worden we gelukkig van, want dat vinden we beschaafd. Ja, ja. En als je met elkaar bent en je mag daarin totaal jezelf zijn, maar je raakt het wel aan. Ja. En je denkt, oh heerlijk, jouw knie is gewoon even mijn bedje. Zoals je helemaal op mijn dom zit. Ja, ja. Dan dat, ik houd ervan die tussenruimtes uit te zoeken. Ja, want de voorstelling die gaat onder andere over ouder worden. Ja. En dit is een rampprogramma, hè, wat jullie doen, wat jullie spelen. Ach, nou ja, jezus, noem je dat Nee, ik noem het echo. Een echo. Ja, ik weet verder, dat vind ik het beste woord. Want? Omdat het een echo is. Het klinkt als een echo. Ja, maar goed, je hebt 19 oude wijzen uit het noorden. Ja, ja. Hoe kom je op deze groep? Dat is een diverse groep. Volgens mij een hele leuke groep. Een intens leuke groep. Ik ben echt, maar dat had ik meteen. Ik dacht, wauw. Nee, voor mij heeft het misschien te maken met steeds zoeken naar hoe snel kan vrede, ook al is het een groot woord, ontstaan. Hoe, en ik denk dat vrede ontstaat. Veel mensen zijn bang voor het woord intimiteit. Maar intimiteit is ook een heel groot gebied waar je soms ook maar een fractie van hoeft aan te raken. Maar dan ben je wel snel bij vrede. Ja. Als je denkt, oh, als je in je eigen verlegenheid durft te gaan staan. En je durft van daaruit ook te formuleren. Dan is, weet je, dan kan je gewoon denken, oh, dit is adem. Mag ik heel even
bij jou op schoot zit, of mag ik even mijn hoofd op jouw schoot leggen, want ik ben verdrietig, of ben even de weg kwijt, of ben misschien vandaag wel eenzaam, of... Maar ook kan het zijn, ik weet een hele goede grap. Heb je zin om keihard te lachen? Ja. Dus daar heb je heel veel macht. Dat er meer zou mogen. En daar, in dat gebied zit voor mij steeds vrede. Ja. Hoe ervaart u dat? Ali? Nou, ik vind het onvoorstelbaar mooi om hier met deze groep dit te mogen doen. Het is een enorm groot cadeau wat je krijgt en ook aan elkaar kunt geven. Ja, ik vind het heel bijzonder. Wat leer je ervan aan? Toch ook voor jezelf ook een openheid, want er gaat iets open in jezelf. En je zegt van, goh ja, je weet het eigenlijk wel, maar dan is het wel het lef hebben. Ik vind het ook nog lef hebben, ja, zeker. Om een stuk vertrouwen in elkaar te hebben, om je neer te kunnen leggen in de schoot van een ander. Ja. Zo doe ik het dan maar even, ja, ik zou anders ook niet, maar ja, zo ervaar ik. Ja. Is dat moeilijk om vertrouwen zomaar aan iemand te geven? Nou, daar is wel een klein stukje aan voorbij gegaan, hè? Aan het voorwerk gedaan, ja. Om toch een beetje vertrouwen te hebben in de anderen die je ook niet kent. Nee. Hoeveel ervaring? John. Ik vind het wel moeilijk, want ik zit dat nu heel gezellig. Eigenlijk als heel normaal, dat moet ik eerlijk zeggen, ja. Ja, wat gek is, het voelt ook normaal. Ik vind het ook normaal. Ja, dat is wel eerlijk. Ik hoef het niet meer te zeggen. Nee. Maar dat hebben we dus wel geleerd. Omdat we samen kwamen en deden. Ja. En zo hebben we die opgedacht. En dat is heel normaal. Maar dat is misschien wel heel tof, dit. Want dat is misschien wel exact wat een soort kinderziel in jezelf, een kindergevoel in jezelf weet. Ja. Want als jij nu ook zegt meteen, het is eigenlijk heel normaal. Het voelt goed. Dat is volgens mij wat ons bezighoudt, maar ook weet je, of wat ons fascineert. Omdat je denkt, hoe ben je daar dan als het zo normaal voelt? Hoe ben je daar dan zo van weggeraakt? Ja. Snap je? Ja. Maar heb je het gevoel dat je dat alleen kunt doen met deze groep, met wat oudere mensen? Of zeg je van, nee, jongeren kunnen dit ook? Nee, je kan het, volgens mij kan iedereen het, want het gaat gewoon over volgens mij de menselijkheid in een mens. Dat is wat ik bedoel met die kinderen. Dus leeftijdsonafhankelijk. Ja. Ja. En tijdens de voorstelling, we mogen niet heel veel over verklappen natuurlijk, gaan jullie ook iets uitbeelden, zo moet ik het zien, toch? Of zeg ik dat verkeerd? Nou, ik weet niet of dat tijdens de voorstelling is. Ga niet te veel verklappen, maar het is bijzonder, laat ik het daar. Oh, fijn. Nee, maar ik bedoel, het is niet alledaags. Ja, we hebben ook de eerste week dat we samen waren en samen werkten, is de klas van de Amsterdamse toneelschool, dus de eerstejaars, juist om jong en oud, die zijn hier naartoe gekomen. Nee, die zijn rond de 20? Ja, die zijn rond de 20. En we hebben allemaal duo's gemaakt van een jongere en een oudere. Dat noemen we dan, hebben we dan even genoemd, de adoptiedag. En die zijn dan, de ouderen die in Groningen en de Ommelanden wonen, die hebben zo'n student van de Amsterdamse toneelschool, dus zo'n 20-jarige, meegenomen. Leuk. Een dag, ja. Naar hun huis, in gesprek, naar nou ja, gewoon hoe je een soort dag doorbrengt. En daar hebben ze met z'n tweeën iets over gemaakt. Wat je dan noemt een act of zo. Ja. En die act is ook bedoeld om je dan als het ware voor te stellen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En, maar ook om deze, laat ik maar zeggen, deze gang van zaken of deze methodiek of dat wat John zegt, van, ja, je ontdekt dan eigenlijk hoe gewoon het is, maar je moet dat wel even ontdekken. Maar moet je daar ook, voor openstaan? Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen dit wil. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee? Nee, want ik vind het ook altijd heel mooi als je denkt van, er komen allemaal fluitende vogels aan, die fluiten allemaal iets anders, die gaan allemaal op de tak zitten, en ineens komt er een vogel aan die fluit niet. Dat is ook een geluid. Ja. Nee? Maar er komen allemaal ideeën, merk ik, ook onderling. Jullie komen steeds met ideeën. Komt het omdat jullie elkaar zo stimuleren? Ik ga het even vragen aan Ellie, die zit hier zo mooi aan. Stimuleren jullie elkaar, Ellie? Jazeker. Je voelt dat alle drempels in je lijf wegvallen. Er zit geen reserve meer. En dat vind ik zo bijzonder om te ervaren.
En door te praten en door dicht bij elkaar te zijn, want dat dicht bij elkaar, dat vind ik echt heel mooi, echt elkaar ook kunnen aanraken. Daardoor krijg je een soort gevoel dat je allerlei laadjes in je eigen lijf ook weer kunt openen. En dat daar allerlei nog verborgen geheimen zitten die je kunt aanspreken. En dat vind ik zo heerlijk om te ervaren. Dus je groeit, ja. Dat gevoel. Maar is het ook emotioneel? Want dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, maar emotioneel, je krijgt overal de tijd voor. We zijn lang bij elkaar. En iedere dag, hè, dus we komen iedere dag. En we zien elkaar iedere dag. En daardoor kun je ook dat gesprek weer voortzetten. Je kunt erover nadenken en je kunt de volgende dag nog eens een vraag stellen. En dat maakt dat je eigenlijk heel organisch in een soort contact komt wat je anders niet zo makkelijk tot stand brengt. Dus het is echt een verrijking. Ja, en nu denk ik, ik moet veel meer naar mijn buren, weet je wel. Oh, ja. Dat vergeet ik nog wel eens. Ja. Maar hier heb je er ook, en dat is ook aandacht en tijd, is natuurlijk wel een heerlijk gegeven hierin. Ja, en ja. Dat iedereen beschikbaar is en ook altijd weer met goede zin eraan begint. En, dus ik vind het een openbaring. Dus echt voor jou wel voor herhaling vatbaar? Jazeker. Ja, ja, ja. Ja, een aanleiding, je noemde het net al, het nam het woord vrede in de mond. Dat is er natuurlijk te weinig. Nou, ik vind dat als een collectief op de wereld, we zijn natuurlijk een heel groot collectief, is de situatie zoals die is. Dus daar ben ik ook realistisch in. Ja. Maar ik vind het in mijn eigen leven gewoon interessant om te zoeken. Ik ben ook gefascineerd daar waar bij mij agressie vandaan komt. Ik ben zeker zo gefascineerd over waar vrede in mij huist. Ja. Dus wat gebeurt er allemaal aan lagen, of ook wat Ali en Ellie zeggen, aan laadjes die open gaan. En dat je dan denkt, oh, wat jongen daar als conclusie aan heeft. Oh, wat een mooi beeld eigenlijk. Want dat is eigenlijk het. Ik vind dit, soms laat ik het zeggen, ik vind dit gedurfder om te proberen met elkaar dan een debat. Ja. Dit is een veel grotere inspanning om zo met z'n allen een dag te eindigen. Dat je te denken van, ik vraag dat of ik hier mag leunen of ik hier mag even mag wonen. Het debat is zwijgen, dat zijn woorden. Ja, ik maak afstand tot jou. Ja, ik ben eigenlijk de hele tijd bezig om het verschil tussen jou en mij neer te zetten. En dat gaat dan over mij. Ja. Maar dit gaat ook over mij. Maar hier moet ik een hele andere kracht inleggen om tot dit contact te komen. Ik weet nog, in een vorig interview met jou hadden we het erover, we moeten meer ja zeggen. heb je niet het gevoel van, we moeten meer elkaar aanraken en elkaar meer de ruimte geven? Maar ja, dat is een bepaalde vorm van ja ook. Ja. Ik denk dat iedereen zijn eigen woorden en zijn eigen associaties en vocabulaire daarbij moet zoeken. Bij diegene past. Wat bij jou past. Ja. Maar ik denk dat dat is voor mij eigenlijk denk ik het belangrijkste. Het in mijzelf. Het gebied zoeken om dit te doen en dit contact te durven, kost mij meer werk en inspanning, dan meer onderzoek, dan te denken, dit is Henny, wat zei ze net, dat ben ik helemaal niet met je eens. Nee, precies. Dit is een veel grotere inspanning. Ja. Dat vind ik fascinerend. Ja. De voorstelling heet, of de echo heet, iets zachts. Dat heeft natuurlijk ook daarmee te maken. Hoe heb je dat zelf zo bedacht? Ja, maar dat gaat vanzelf. Ja, dat is met heel veel dingen met jou volgens mij, hè? Ik ben ook niet anders even. Laat ik zeggen, daar is de uitdrukking, ik denk er niet over na, is daar erg van toepassing. Ja, vanavond, of vanmiddag bedoel ik, is de première. Ja. Maar in november komen jullie zeker hier weer terug, hè, Groningen? Ja, kom een week terug. Nou weet ik niet meer die datum. 11 tot 15 november. Ik heb het even opgezocht. Ja, ik weet het. Ja, 11 tot en met 15. Dus dan zien we deze fantastische oude wijze sowieso weer terug. En jij komt ook weer? Ja. Volgende week ook nog zijn we hier. Ja, precies. Precies. In een stukje oktober ook nog. Sowieso. Precies. Oh ja, november. Ja. November. November, 11 tot 15 wat november, sowieso. Wat goed dat je dat weet. Sowieso. Heel veel succes allemaal en ik zou zeggen tot 11 november. Yo! Yo. 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 Yo.